Het maken van een technische analyse is helemaal niet zo moeilijk als je de juiste kennis hebt. Het is veel en dat maakt het soms complex, want je gaat de markt voorspellen en de markt is niet te voorspellen en daar moet je het mee doen als trader. Maar als je nou bijvoorbeeld eens kijkt hier naar een munt als Kava. Ik heb hem hier op de 4 dagen candlestick grafiek staan, dan hebben we een mooi hoog over beeld. Als je nou begint met het tekenen van een trendlijn, dan zou je die zo kunnen tekenen, want je ziet dat hier die trend is. Maar heb je hier wat aan? Want de prijs is hier al doorheen gebroken. De prijs is nu hier. Dus gaat deze hier never nooit meer wat vertellen, deze lijn? Kun je hem dan simpelweg zo doortrekken? Dus dit bedoel ik, je hebt kennis nodig, want je moet wel weten wat je doet. En het is niet zomaar een lijntje tekenen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het weerstand- en supportgebied. Als ik naar deze grafiek kijk, dan zie ik dat hier een weerstand- en supportgebied is. En die teken ik vrij eenvoudig en dat zie ik eigenlijk al in één oogopslag. En ook jij kunt dat leren. Hier aan het begin in oktober 2019 zie je dat het weerstand is. Daar is hij op een gegeven moment doorheen gebroken. En vervolgens is het hier support geworden. Prijs is omhoog gegaan, uiteindelijk neergekomen. En heeft ditzelfde level weer als support gevonden. Dat maakt het dat het een sterk supportgebied is. Dat soort basisdingen, die kennis, die moet je weten. Nou, daar kan ik je mee helpen. Dan komt het leerportaal van Trading Dutch om de hoek kijken. Voor al 10 euro per week kun je een abonnementje afsluiten. En als je even geen tijd meer hebt om te trainen of je hebt een andere reden, dan is het met één druk op de knop heb je het abonnementje weer uitgezet. En zet je hem weer aan op het moment dat je weer tijd hebt om te trainen. In dat abonnement zit er diverse groepen en daar kun je vragen stellen aan medeleerlingen, maar natuurlijk ook aan mij. Hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van een aantal zaken die ik heb geüpload in deze groep. En dat kun jij ook doen. En dan kun je je vraag stellen of wat dan ook. Als je naar trainingen gaat, dan zie je dat daar een aantal trainingen klaarstaan. Nou, deze trainingen die heb je al met een gratis account. En binnen je abonnement zijn er wat diepere trainingen. Neem bijvoorbeeld Trading Secrets. Daar leer je echt de hele basis om op een vrij simpele manier al tot een technische analyse te komen. Naast de tradingbegrippen waarmee je begint, is er een hoofdstukje over wat cryptocurrencies nou precies zijn, wat een exchange is en wat een analyse nou is en welke tools ik gebruik. En daarna ga je alles leren over weerstand en support. Waar moet je nou op letten om een goede weerstand en support lijn te tekenen? Wat zijn de regels daarvoor? En hetzelfde geldt voor trendlijnen en de moving average. Wat kan je daar nou uitlezen? Ik gebruik er altijd 3, maar waarom doe ik dat? En wat vertellen die lijnen mij? Daarna ga je naar de candlestick patronen en daar leer je het uitlezen van patronen. Want dat is heel belangrijk. Als je hier naartoe gaat, dan wil je gewoon een patroon herkennen op een bepaald weerstand- of supportgebied. Want dat gaat jou pas echt wat vertellen. Niet dat gebied alleen, maar ook de candlestick patronen. En ik noem er een paar. Je hebt bijvoorbeeld de doji, je hebt de bullish engulfing, de bearish engulfing, de train wrecks. Dat zijn candlestick patronen van maar enkele candlesticks. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de ascending triangle of de descending triangle of de head and shoulders. En dat zijn candlestick patronen die over meerdere candlesticks heen gaan en die soms wel weken duren. Maar daar heb je wel heel veel aan om dat uit te lezen. Nou, dat leer je allemaal in deze training. En als je die kennis hebt, dan kun je al beter je entries en exits bepalen. Aan het eind van de training heb ik nog een instructie over Binance en het opschalen voor groei. En je leest het hier al. Eigenlijk begint het daar pas. Dit is echt de basiskennis. Nou, wie ben ik? Ik ben Fabian Leverink. Ik ben crypto trader sinds 2016. Ik trade al sinds 2014 en sinds 2016 ben ik overgestapt naar cryptocurrency. En ik leer mensen de technische analyse. Ik ben een mentor en ik ben er om jou te helpen om die kennis tot je te nemen. Ik leer je geen trucjes of snel rijk. Dit is gewoon het echte werk. Ik leer je hoe je de technische analyse kunt maken, hoe je hem kunt uitlezen. En ik leg dat heel duidelijk uit. En zodat je je eigen analyse kunt maken. En dat je ook weet waar het over gaat. Als je dan eens mensen volgt op YouTube of wat dan ook, dan weet je waar ze het over hebben. En dan kun je zelf bepalen of je het ermee eens bent of niet. Nou,
Dit doe ik via mijn platform tradingdutch.com. Maak eens een account aan, neem een abonnementje en volg een van die trainingen. En zorg dat je kennis opneemt.